epilepsie is mij best heilig en ik hoop velen van jullie. Maar ja, wat gaan we daar nou betekenen? Want daar gaat het hier om. Tekenen met Maarten. Democratie. Ja. Laten we daar eens tekening bij maken. Doe je mee? Ja, democratie. Maar hoe teken je dat dan? Misschien een... Het bekende potlood. Zo. Met het stemvakje. Zo. Dat je dan inkleurt, zeg maar. Nou. Dat kan je zo bij democratie kunnen bedenken. Maar wat je ook natuurlijk bij democratie hebt, is het recht op demonstreren. Hè? Dus. Zo. Ik wil. Nou. Ik wil en dan iets wat hij wil. Of ik wil niet, dat kan natuurlijk ook. Waarom, daarom, nou, kijk, je schaduw aangeven. Het recht op demonstreren, nou, allerlei borden zo. Kan er van alles op staan natuurlijk, zo. Ook spandoeken zijn natuurlijk. Help ons denken. Nou ja, je kan natuurlijk allerlei kreten verzinnen. Nou, en dan natuurlijk de mensen die lopen te demonstreren. Kijk, dat zijn er dan opeens heel veel zo. Nog met bordjes en met kreten erop. Dit is heel duidelijk democratie, hè? Het recht op demonstreren. En zo kan je dat op een leuke manier snel weergeven. Nou, je mag natuurlijk ook geroepen worden. Kijk, hier schreeuwt iemand. Je kan het ook gewoon roepen. Waarom nee, nee? Je kan natuurlijk ook ja. Ja roepen. Dat is misschien wel weer een uitzondering op de regel. Want je demonstreert ergens tegen, dat is de democratie. Dat je het mag demonstreren. Dus om dan iets ja te roepen, dat is misschien. Misschien wel weer een beetje raar. Maar goed. Democratie, het recht om demonstreren, maar ook dat je door met elkaar te praten. Nou, kijk, dat kunnen we nog wel even laten zien. Met elkaar praten. Problemen kan oplossen. Maar wel iedereen inspraak laten hebben daarin. En ja, je komt er misschien niet altijd aan uit, maar blijf naar elkaar luisteren en blijf met elkaar praten. Dat is erg belangrijk in een democratie. En ook allemaal dat je allemaal gehoord wordt. Hè? Tenminste, dat iedereen ook wat mag zeggen. Goed, democratie.
maak zelf een tekening. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.